Soft Kinetic was vorig jaar een van de 12 genomineerden voor de Deloitte Rising Star Award, een Benelux-wedstrijd die ondernemingen van minder dan 5 jaar oud bekroont. Deze award kadert in de Deloitte Fast 50, een selectie van de snelst groeiende technologiebedrijven in de Benelux. Soft Kinetic ontwikkelde 3D-technologie die lichaamsgebaren kan omzetten in concrete commando's, onder andere voor computers en tv's. Toetsenbord en muis zijn heel lang dominant geweest. Die zijn ook overgenomen op mobiele telefonietoestellen en dergelijke. En dan de volgende evolutie daarvan was een touchscreen dat al veel natuurlijker was, waar je zelf gewoon de dingen kan aanwijzen. Die volgende evolutie is nu om naar gebaren te gaan en die te gaan gebruiken. Dus het is inderdaad in die lijn dat je het moet gaan zoeken. Wat wij eigenlijk ontwikkeld hebben is een manier dat je met die gebaren kan omgaan met je computer of met je tv. Dus aan je tv je gebaren herkent en van post wisselt of iets dergelijks in gang zet of het internet kan surfen. De onafhankelijke jury van de Rising Star Award nomineerde Soft Kinetic omdat het een innovatief product ontwikkelde met een grote economische waarde. De onderneming werd opgericht door onderzoekers van de Brusselse universiteiten VUB en ULB. Soft Kinetic is een high-tech bedrijf van eigen bodem dat zelf zijn technologie ontwikkeld heeft. Dat gaat ongeveer 10 jaar terug naar de VUB en de ULB. Een technologie die zich toelegt op 3D-sensoren, 3D-camera's en 3D-middleware of algoritmes. Die drie factoren samen vormen een systeem waarmee je machines intelligenter kan maken. Deloitte adviseert snel groeiende technologiebedrijven, onder andere bij hun financiering. Een goede planning is daarbij van kapitaal belang. Jonge, ambitieuze starters worden typisch geconfronteerd met 3 groeibarrières: financiering, personeel en rapportering. En om de juiste investeerders aan te trekken, is het van belang dat er een grondig investeringsdossier wordt voorbereid. Want we moeten ermee rekening houden dat die onderhandelingen met mogelijke investeerders een jaar kunnen aanslepen. En dat er dus een goede cashflowplanning van in het begin moet opgesteld worden. Dat er een realistisch bedrag wordt vooropgesteld. En dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd van in het begin. Soft Kinetic werd in de opstartfase gefinancierd door de oprichters, business angels en risicokapitaal. In 2010 namen Belgacom en het Waalse Gewest een participatie. Je gaat daarmee naar de verschillende risicokapitaalspelers. Dat is initieel Hunza geweest, Hunza Ventures. En later zijn daar SRIW en Belgacom bijgekomen die het risicokapitaal aangebracht hebben voor de oorspronkelijke start van het bedrijf. Deloitte kan jonge ondernemers helpen bij het opstellen van een grondig dossier, bij het zoeken van de juiste investeerders en bij het uitwerken van een goede financieringsstructuur. Dat Soft Kinetic nu tot de Deloitte Fast 50 behoort, zorgt voor extra exposure naar potentiële investeerders en partners. Het is zo dat dus het Fast 50 en Rising Star een enorme naambekendheid en uitstraling geniet op wereldvlak. En we hebben dan ook kunnen vaststellen dat heel wat van de Belgische deelnemers van de laatste jaren ondertussen benaderd zijn door venture capitalisten of industriële ondernemers en zo hun kapitaalstructuur hebben kunnen verstevigen. Het feit dat we opgenomen zijn in die lijst heeft zeker een positief invloed gehad op de reputatie. Zowel van de mensen intern die de reputatie van Fast 50 kenden en heel blij waren dat ze deel waren van zo'n verhaal. Maar ook extern brengt dat media-aandacht, brengt dat de aandacht van de belangrijke mensen die begrijpen dat je op een goede track bent. De investeringen van Soft Kinetic in innovatie zullen we binnenkort allemaal voelen als we bijvoorbeeld een laptop met gebarenherkenning zullen kopen. Dan krijgen we wellicht een stukje Belgische 3D-technologie meegeleverd.